Voor mensen die graag naar genuanceerde columns luisteren, waar twee kanten van de zaak zorgvuldig worden belicht, ga even thee zetten of de was ophangen. Dit wordt geen GBJ Hilterman. Oké, boos, modus aan. Ik ga drie mannen in het zonnetje zetten. Drie mannen die rijp zijn om door de schoorsteenpiet in de zak te worden gestopt. Allereerst, zak nummer 1, Guy Verhofstadt, voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement. Wat een ongelooflijk nare zak is dat toch. Deze week werd duidelijk dat het CETA-handelsakkoord toch door kan gaan. Helaas, een akkoord dat multinationals nog meer macht geeft, voedselveiligheid op het spel zet en vraagt milieuorganisaties maar naar de rest. In Wallonië zijn ze gezwicht voor de druk en de vele bedreigingen. Maar euroclown Guy Verhofstadt verklaarde daarna doodleuk op zijn Twitter dat hij nu wel een beetje klaar was met alle, dat alle landen het eens moeten zijn over alles. De unanimiteitsregel moet weg in de EU. Niks eenheid. Best lastig, hè, voor Brussel. Democratie. Verhofstadt, dat corrupte konijn, heeft ook nog tijd om naast zijn baantje als europarlementariër voor een €250.000 conflicterende bijbanen te verrichten. Onder andere voor een investeringsfonds met grote belangen in multinationals. Hey, misschien een beetje botsend met je baan in Brussel, hè, B100. En zou je zeggen, tijd voor een bijbaantje? Er zijn nog best een paar dingetjes te regelen in Europa. Nee joh, tijd zat die Guy Verhofzak. Zak nummer 2, staatssecretaris Wiebes. Ja, Jaapie Krekel liet ook weer een scheet. Hij had toch weer wat gevonden om zelfstandige ondernemers te pesten. Verklaarde hij in augustus nog dat ZZP'ers die vanuit hun huis werken huur mochten aftrekken van de winst? Nou, twee maanden later heeft hij zich bedacht. Regeling werd toch ingetrokken. Wauw, Wiebes, het lange termijn denken van een fruitvlieg. De VVD was toch ooit de partij van de ondernemers? Nou, dat is waar eenmaal. Nadat ZZP'ers eerst het dubbel voor hun kiezen kregen met de bijdrage zorgverzekeringswet, werd daarna hun VAR-verklaring afgeschaft. Bijna 50.000 mensen zijn opdrachten kwijt door de regelchaos. En toen dacht Wiebes, we kakken er nog een keer op. Was niet eens een veelgebruikte regeling. Maar ja, Erik Engert kan die 20 miljoen stoppen in het potje van zijn totaal uit de klauwen gelopen afvloeirekening bij de Belastingdienst. Zak nummer 3. Halbe Zijlstra. Wat een... Nou goed, het is wel duidelijk, hè? Ja, ik weet dat het er al de hele week op hem ingebeukt is. Na Halbe's optreden bij Pauw moeten de voorstanders van Zwarte Piet zich hebben gevoeld als PR-medewerkers van Donald Trump. Oh, fuck, wat zegt hij nou weer? En dat filmpje, Halbe Zijlstra, ijdele kleuter, gaat hij daar staan als een mislukte Enzo Knol. Wie in de VVD-organisatie heeft die man zover laten komen in die club? Krijg je een leuk baantje van de VVD als je 10 jaar de Lief en Leedpot hebt beheerd? Heeft hij stiekem chickies geregeld voor Mark Rutte? Als Halbe Zijlstra bij Geert Wilders zou solliciteren, zou die zeggen: nee, sorry Halbe, je komt wat warmte en medemenselijkheid tekort voor de PVV. Kijk, ik vind RTL dapper. Hoezo dapper? Nou, imaginaire Radio 1-luisteraar in mijn hoofd. RTL heeft als commerciële club een risico genomen met hun Zwarte Piet-oplossing. De hele opinie had zich tegen Erland en zijn toko kunnen keren. En ja, daar zijn adverteerders gevoelig voor. Daarom, dappere stap. Kijk, Zwarte Piet was nooit racistisch bedoeld. En met een paar van die anti-Zwarte Piet-betogers die doen alsof ze nog steeds elke dag naar de kantoenplantage moeten, daar ben ik ook klaar mee. Maar als een steeds grotere groep zich stoort aan Piet, dan moeten we wel wat. En hopelijk is die schoorsteenoplossing een goed compromis. Eén verzoekje van boze blanke man. Mag je dan wel Zwarte Piet blijven heten en geen schoorsteenpiet? Goed, boze blanke man is klaar.